We gaan het vandaag hebben over de sociale voorzieningen die er zijn voor mensen met kanker. En de eerste vraag, en we horen dat ook aan de kankerlijn, dat is dat de mensen met kanker onze sociale wetgeving eigenlijk ervaren als zeer goed, maar tegelijkertijd toch wel zeer ingewikkeld en ook zeer versnipperd. Het is vaak uitzoeken wie wanneer op wat recht heeft. En waarom? Dat is omdat die materie zeer snel en zeer vaak verandert. Kom op tegen kanker heeft zeker een informatieve opdracht naar mensen met kanker en hun naasten. En daarom hebben wij eigenlijk heel wat informatie over sociale voorzieningen en alle rechten waarop mensen met kanker recht hebben, in zaken tussenkomsten of tegemoetkomingen. We hebben dat geplaatst op onze website allesoverkanker.be. En je ziet daar ook de link waar jullie al de informatie die ik ook vandaag ga vertellen kunnen terugvinden en nog veel meer details, want op onze website linken wij ook door naar andere partners, zoals de RVA of de ziekenfondsen of ook alle zorgorganisaties die ons land rijk is. Daarnaast heeft ook de overheid heeft die natuurlijk ook een informatieve opdracht. En jullie zien daar rechtenverkenner.be. Daar vind je nog veel meer en veel uitgebreidere informatie. Wat wij wel merken, dat is dat wie kwetsbaar is en daarboven kanker krijgt, dat die zeker extra aandacht verdient. Waarom? Omdat die vaak ook lage gezondheidsvaardigheden hebben en zelf ook een slechtere overleving. Dus ja, vandaar ook de oproep aan sociale werkers om proactief toch proberen met die mensen zeker contact te krijgen. Maar sowieso, als je nood hebt aan informatie rond tussenkomsten allerlei, dan kunnen jullie natuurlijk ook zelf als patiënt of als naaste van iemand de stap zetten naar een sociale werker. En het zij in het ziekenfonds of in het ziekenhuis. Daar gaan die mensen jullie zeker verder helpen. Een klein beetje een kader scheppen eerst. Sociale zekerheid en sociale bijstand. Die zorgen in ons land zeker voor een goede bescherming. En je hebt daar eigenlijk twee dingen. Hè. Dus de sociale zekerheid, dat is alles wat dat bij wet voorzien is en waar men eigenlijk recht op heeft. Natuurlijk afhankelijk van je leeftijd. Hè. Je bent al dan niet bijvoorbeeld al pensioengerechtigd door je leeftijd of niet. Dat geeft dan andere voordelen of tussenkomsten. Ook het inkomen is natuurlijk belangrijk. Iemand met lage inkomens, iemand met hoge inkomens, dat gaat wel andere rechten garanderen natuurlijk. Ook het statuut. Ben je zelfstandige of ben je werknemerbediende of werk je bij de overheid, dan is dat ook weer anders. En ook jouw verblijfplaats. Iemand die zijn domicilie in Vlaanderen heeft, of in Brussel of in Wallonië, dat gaat ook weer andere rechten genereren. Jammer genoeg zijn er ook mensen die buiten die sociale zekerheid vallen en die hebben dan gelukkig dankzij het solidariteitsprincipe recht op sociale bijstand. Het solidariteitsprincipe, wij dragen allemaal RSZ af. Mensen die dus gezond zijn en werken, die dragen RSZ af en daarmee kan die sociale bijstand gefinancierd worden. Ik noem een paar voorbeelden van die sociale bijstand. Dat is bijvoorbeeld het integratieloon. Het vroegere bestaansminimum of ook leefloon genoemd, die het OCMW kan uitkeren. De inkomensgarantie voor ouderen, dus voor mensen met een heel laag pensioen, die komen dan toch wel op een minimum inkomen. De gewaarborgde kinderbijslag is er ook zo een. Of uitkeringen aan gehandicapte personen. Als zij niet kunnen werken omwille van hun handicap of beperking, krijgen zij ook een uitkering van de overheid. Kom op tegen kanker doet aan beleidswerk in het kader van belangenbehartiging voor mensen met kanker. Dat is heel belangrijk. Ik had het daar net al even over de kwetsbare mensen en mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Voor die mensen is het echt wel belangrijk dat maximaal er automatische toekenning is van sociale rechten. Waarom? Omdat dankzij automatische toekenning van rechten wordt vermeden dat zij niet weten dat zij ergens recht op hebben en dat zij dan tussen de mazen van het net vallen.
De automatische toekenning van rechten vermindert ook de administratieve rompslomp, zowel voor burgers als voor de instanties zelf die het recht moeten toekennen. En het werken met geactualiseerde informatie uit authentieke bronnen vermijdt ook maximaal onrechtmatige toekenning van rechten. Zo is er de kruispingbank sociale zekerheid, die daar zeker een belangrijke rol al gespeeld heeft. Naar sociale werkers toe wil ik ook graag aandacht voor de app mybenefits.be, want daar kan je dus voor je cliënten kijken vanuit authentieke bronnen, hè, waar hun inkomen bijvoorbeeld dan al in zit, op welke rechten, op welke tussenkomsten zij mogelijk kunnen aanspraak maken. En het laatste nog, hoe meer geld dat er kan uitgespaard worden op onnodige administratieve lasten, hoe meer geld dat er natuurlijk overblijft voor rechten of tussenkomsten zelf voor mensen die het nodig hebben. Dus dat is een beetje het schetsen van waarom we aan belangenverdediging doen. En een van die belangenbehartiging is eigenlijk automatische toekenning, waar we volop aan het werken zijn. Nu ga ik jullie meenemen in enkele organisaties die tussenkomsten uitkeren en die zeker voor jullie allemaal belangrijk zijn en die jullie waarschijnlijk ook wel al kennen. Een eerste daarvan is het ziekenfonds. Jullie weten waarschijnlijk als iemand arbeidsongeschikt wordt, ten gevolge van ziekte, kanker, maar ook andere natuurlijk, andere ziektes, dan zorgt het ziekenfonds er altijd voor dat er een recht is op een inkomen. Maar wat wel belangrijk daarbij is, dat mensen niet altijd weten dat ze hun ziekenfonds daar tijdig moeten van op de hoogte staan. En een eerste keer ziek worden, bijvoorbeeld voor een werkloze, dan moet je dat doen binnen de 48 uur. Voor arbeiders, dan moet je dat doen binnen de 14 kalenderdagen. Voor bedienden is dat al 28 kalenderdagen. En voor zelfstandigen is dat 7 kalenderjaren. Als je een verlenging hebt van je arbeidsongeschiktheid, dan moet je dat steeds doen binnen de 48 uur. En wanneer je dit allemaal niet kan doen, hè, omdat je opgenomen bent in het ziekenhuis, hè, dan is men iets toleranter. En dan heb je dus de tijd om dat te doen na ontslag uit het ziekenhuis binnen de 48 uur. Als iemand terug aan het werk gegaan is, omdat hij hersteld is, maar dan jammer genoeg toch ervalt, dan is er 14 kalenderdagen tijd na je werkhervatting, als je hervalt binnen het eerste jaar arbeidsongeschiktheid of binnen de 3 maanden na de werkhervatting, als je in het tweede jaar arbeidsongeschiktheid bent. En dan moet je ook weer binnen de 48 uur, wat zeer kort is, aangifte doen. Dus dat geldt voor werklozen, arbeiders, bedienden en zelfstandigen. Maar dan heb je dus een andere categorie, namelijk de vastbenoemde ambtenaren. Dus de vastbenoemde is hier belangrijk. Die moeten eigenlijk geen aangifte doen bij het ziekenfonds, omdat die in een heel andere regeling vallen. Voor hen bestaat er een specifieke regeling waar zij eigenlijk verder doorbetaald worden door hun werkgever, met name de overheid. Maar contractuelen daarentegen, dus mensen die onder contract voor de overheid werken, die moeten wel aangifte doen bij hun ziekenfonds, zoals eigenlijk hierboven. Als zij arbeider zijn, bediende bij de overheid, dan gelden weer bij een eerste aangifte deze dagen. Bij ziekte is er altijd recht op inkomen. Als er een arbeidscontract is, dan betaalt de eerste maand de werkgever altijd. We noemen dit het gewaarborgd loon. En voor zelfstandigen is er vanaf de 3e week arbeidsongeschiktheid een forfaitair dagbedrag die dan wisselend is afhankelijk van de gezinssituatie. Zijn zij alleenstaande, zijn zij samenwoonde of hebben zij kinderen ten laste? Dat maakt een verschil. En de vastbenoemde ambtenaren, daar had ik het daar juist al even over, die zitten echt in een totaal ander systeem. Die bouwen eigenlijk per 12 maanden dienstanciëniteit ziektedagen op. En als zij gewerkt hebben gedurende 12 maanden, dan kunnen zij per jaar 21 ziektedagen opbouwen maximum. En deze niet opgenomen ziektedagen, dus als zij een heel jaar niet ziek zijn geweest, dan kunnen zij die 21 ziektedagen gaan opsparen, zodanig dat zij een ziektekapitaal gaan opbouwen. En tot als zij dan wel ziek worden, vallen zij terug op dat ziektekapitaal. En
totdat dat uitgeput is. Op het moment dat dat dan uitgeput is, dan komen zij in disponibiliteit. En dan krijgen zij dus ook een maandelijks wachtgeld dat gelijk is aan 60% van de laatste bruto-wedde. Dus dat is toch wel een heel aparte regeling voor die vastbenoemde ambtenaren. Dus tot zolang dat zij in disponibiliteit zijn, hè, tot zolang dat zij dus op dat ziektekapitaal zitten, dan hebben zij eigenlijk een volledige wedde. Dus dat is toch wel belangrijk. Ik noem ook nog een paar begrippen om het duidelijk te maken. Dus als jij op het ziekenfonds komt en daar een uitkering krijgt, gedurende het eerste jaar van je ziekte noemen wij dat een ziekteuitkering. En indien mensen langer ziek blijven dan een jaar, dan vallen zij op een invaliditeitsuitkering die nog altijd uitbetaald wordt door het ziekenfonds. En als zij echt heel zwaar zorgbehoevend zijn, dan kunnen zij ook nog een bijkomend bedrag krijgen. We noemen dat een tegemoetkoming hulp van derden van het RISIF. Maar zij kunnen dat pas maar aanvragen wanneer zij al 4 maanden arbeidsongeschikt zijn. Annelies, als er opmerkingen zijn in de chat, dan mag jij mij onderbreken, want ik zie die wel niet. Is dat oké? Zijn er geen vragen of opmerkingen. Oké, okay. Dan ga ik ervan uit dat alles wat ik vertel nog duidelijk is. Goed, ik ga verder met het ziekenfonds. En daar kan ik jullie vertellen dat naast het garanderen dat mensen die ziek zijn een inkomen krijgen, dat er ook een recht is op terugbetaling van ziektekosten die zij maken. Chris, mag ik jou toch even onderbreken? Er was toch een vraagje. Iemand vraagt wanneer gepensioneerden een aangifte moeten doen. Als zij ziek zijn? Ja. Dan moeten zij eigenlijk geen aangifte doen bij hun ziekenfonds. Hè? Want zij hebben eigenlijk een pensioen en zij vallen niet terug op de ziekenkas. Dus hun pensioen blijft gewoon doorlopen als zij ziek zijn. Dus het is echt voor mensen die onder een arbeidscontract nog zijn. Die dat moeten doen, die aangifte bij het ziekenfonds. Oké? Merci. Goed. Dus het ziekenfonds recht op terugbetaling van ziektekosten. Er is de verplichte ziekteverzekering en daar heeft iedereen recht op. Hè. En dan is er de aanvullende ziekteverzekering en daar worden een beetje verschillende accenten gelegd per ziekenfonds en zelf per verbond tot verbond kunnen daar verschillende dingen aangeboden worden. Ik zeg bijvoorbeeld de liberale mutualiteit Verbond Brussel kan daar andere voordelen toekennen dan bijvoorbeeld het liberaal ziekenfonds in Oostende. Binnen die verplichte ziekteverzekering heb je dan eigenlijk nog twee grote begrippen. Dat is de gewone tegemoetkoming en de verhoogde tegemoetkoming. En ik ga verder in op de verhoogde tegemoetkoming, omdat dat toch wel extra voordelen geeft, extra tussenkomsten geeft aan mensen die ziektekosten hebben. Die extra voordelen voor mensen met verhoogde tegemoetkoming, ik som ze op, dat is een verminderd remgeld, sowieso. Hè. Bij de gewone ziekteverzekering is dat 60% krijg je terug van je ziekenfonds en 40% noemen we het remgeld. Maar hier, bij mensen met een verhoogde tegemoetkoming, is dat zelf een verhouding van 90% dat men terugkrijgt van het ziekenfonds en 10% dat maar men moet betalen. Dus dat maakt toch wel een groot verschil. Ook voor medicatie gaat men minder betalen. En vervolgens is er ook de derde betalingsregel, toch ook wel heel belangrijk. Als je bij de huisarts gaat, dan ga je voor 1 euro kunnen op consultatie gaan daar, omdat je maar enkel het remgeld hoeft te betalen. En dat is een verplicht recht. Dus de huisarts moet dit toepassen. Vervolgens, ook bij ziekenhuisopname, gaat men lager persoonlijk aandeel hebben in de verblijfskosten die men op de factuur gaat terugvinden. En sowieso is bij mensen met verhoogde tegemoetkoming ook de sociale maximumfactuur van toepassing. Ik ga daar later nog wel op terugkomen. Maar als je daar 487 euro remgeld zelf hebt betaald, dan zal de rest door je ziekenfonds terugbetaald worden. Dus dat is toch ook wel een belangrijk voordeel. Er zijn er nog wat.
een herstelverblijf waar men naartoe gaat na een ziekenhuisopname, omdat men alleenstaande is en nog niet voldoende hersteld is. Zo de verblijfkosten in zo'n hersteloord die zijn ook wel lager. Dan kan je ook aan een voordeliger tarief op het openbaar vervoer. Er is ook sociaal telefoontarief op voorwaarde dat je ouder bent dan 65 of een erkenning hebt als handicap. En er is ook de mogelijkheid dat je kan terugvallen op de sociale energietarieven. Verder is er een hogere terugbetaling voor mensen die beroep moeten doen op een psycholoog. En er is ook de zorgkas. De mensen die geen verhoogde tegemoetkoming hebben, die betalen €54 per jaar om aangesloten te zijn bij een zorgkas. De mensen met VT of verhoogde tegemoetkoming, die betalen dus eigenlijk maar €27. Christen, mag ik ietsjes onderbreken? Ja, omdat hoor. Er een vraag rond de verhoogde tegemoetkoming wordt gesteld. Ja. Krijgen wij automatisch verhoogde tegemoetkoming, is de vraag. Dat is in vele gevallen zo. Dat is in vele gevallen zo, omdat dus de ziekenfondsen, wanneer iemand terugvalt op een ziekteuitkering of op een invaliditeitsuitkering, dan weten zij zelf dat daar een laag inkomen is. En dan wordt dat vaak automatisch toegekend. Het is maar voor mensen bijvoorbeeld die in de loop van een jaar een verandering krijgen qua inkomenssituatie, bijvoorbeeld op een heel lage werkloosheidsuitkering gaan vallen. Dat zijn mensen die zelf naar hun ziekenfonds moeten stappen om dat aan te geven. Maar de grote meerderheid, gelukkig, krijgt het automatisch. En hoe komt dat? Dat is omdat bijvoorbeeld wanneer men op werkloosheidsuitkering valt, dat die gegevensstromen nog niet altijd heel vlot gaan. Daar wordt aan gewerkt door de Sociale Kruispinbank. En wij lobbyen daar ook sterk voor. Maar er is nog een kleine categorie die dus zelf naar hun ziekenfonds moet stappen. Okay. En worden mensen daar ook van op de hoogte gebracht, Chris? Ja, als zij mensen krijgen daar, hebben? Ja, mensen krijgen daar briefwisseling van of mail van. Dus mensen worden daar inderdaad van op de hoogte gesteld. Ja. En dat is ook iets waarvoor wij pleiten, dat dat echt zoveel mogelijk automatisch gebeurt. Ja. Goed, wie krijgt er nu verhoogde tegemoetkoming? Sowieso mensen met een specifieke uitkering en daardoor dus een laag inkomen. Mensen met een leefloon, of gelijkgestelde steun van het OCMW. Mensen die een laag pensioen hebben en dus inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgen. Tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Dat kan zowel de integratie als inkomensvervangende tegemoetkoming zijn. Of het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. En ook kinderen met zorgtoeslag op het groeipakket omwille van een laag inkomen van de ouders. Ook zij kunnen recht krijgen op de verhoogde tegemoetkoming. Dus dat is op basis van uitkeringen, maar er is ook op basis van inkomen onder een bepaald grensbedrag kan men recht krijgen op VT. En dat kunnen gepensioneerden zijn, minder validen, weduwen, weduwenaars, personen die dus een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds ontvangen die zeer laag is, of ambtenaren die langer dan 1 jaar op disponibiliteit zijn, militairen die langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn, eenoudergezinnen met lage inkomens. Dus je ziet een heleboel mensen die toch wel onder een bepaald grensbedrag zitten. En dat grensbedrag heb ik hier ook zichtbaar gemaakt. En dan zijn er nog mensen die de verhoogde tegemoetkoming krijgen op basis van statuut of hoedanigheid. En die zijn mensen die dan in een ziekenfonds ingeschreven zijn als wees of als niet begeleide minderjarige vreemdeling. Dus dat zijn al de mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. Als daar vragen over zijn, aarzel zeker nooit uw ziekenfonds daarover te contacteren, want zij kunnen u natuurlijk daar altijd heel goed gaan over informeren.
Naast die twee dingen, inkomen en terugbetalen van ziektekosten, zijn er nog een aantal specifieke tussenkomsten voor mensen met kanker. Onder andere de pruik. Mensen die ten gevolge van chemotherapie of bestraling haaruitval hebben, die kunnen bij hun ziekenfonds een tussenkomst vragen voor een pruik. Voor de meeste mensen is dat tijdelijk haaruitval en kunnen zij €180 krijgen, ongeacht hun kostprijs van de pruik. Ze hebben daarvoor een attest nodig van behandelende arts en ook de factuur van aankoop van de pruik. Dat bezorgen zij aan hun ziekenfonds. En om de 2 jaar hebben zij, wanneer dat haaruitval toch wel lang blijft, dan kunnen zij om de 2 jaar toch wel een hernieuwing nog vragen van de pruik. En ik haal ook even de 2 initiatieven aan, of de andere ook. Hair in a Box of Dress Your Head. Huis Klaas Antwerpen of inloophuizen ook, of lotgenotengroepen ook. Die kunnen soms ook voor mensen die dus lage inkomen hebben, het financieel niet zo breed hebben, een tweedehands pruik ter beschikking stellen. En mensen die dan hun pruik niet meer nodig hebben na een tijd, die kunnen ook aan die organisaties hun pruik doneren. Dat is zo'n vraag die we ook vaak aan de kankerlijn krijgen. Ook voor Portacat betaalt het ziekenfonds eigenlijk alles terug, het plaatsen van de Portacat. De Portacat zelf, wat een reservoir is die onderhuids ingeplant wordt voor mensen die chemotherapie krijgen. Het vermakkelt ook het aanprikken voor bloedafnames. Waar soms nog wel een kleine opleg is, is voor de naalden die mensen van de thuiszorg gebruiken voor de spoelingen te doen van de Portacat. Verder kunnen mensen ook tussenkomst krijgen wanneer zij begeleiding zoeken van een psycholoog buiten het ziekenhuis. Dat gebeurt soms ook via de aanvullende ziekteverzekering. Het herstelloord, waarvan ik daar straks al even sprak. Hè. Mensen die dus alleenstaand zijn en nog niet voldoende hersteld zijn na een ziekenhuisopname, die kunnen daar terecht voor herstel. Maar je kan daar ook terecht voor vakantie en zelf voor kort verblijf. En dat is toch ook wel een belangrijke, mensen die ziekenvervoer, dus zich moeten verplaatsen voor hun ambulante kankertherapie, het zij radiotherapie of chemotherapie naar het ziekenhuis, die hebben ook recht op tussenkomst voor hun verplaatsingskosten. En op dat laatste ga ik even verder in detail in, want dat is toch iets waar veel mensen met kanker mee te maken krijgen. We hebben ook vorig jaar daar een meldcampagne over gedaan met onze organisatie, omdat we merkten dat daar toch nog heel wat problemen waren. En de link die ik hier in mijn slide heb vermeld, dat is ook een flowchart waarbij je gemakkelijk kan kijken hoe het allemaal in elkaar zit en hoe je eigenlijk kan kiezen voor de meest optimaal ziekenvervoer in jouw situatie. Want het is vaak een puzzel, horen wij van mensen. Nu, ik moet zeggen dat het ziekenfonds of de sociale dienst van het ziekenhuis zeker altijd de goede mensen zijn die kunnen helpen om te kijken wat in jouw situatie voorhanden is om dat ziekenvervoer te gaan regelen. Eerst en vooral is er het openbaar vervoer, trein, bus, tram, metro. En dat is eigenlijk ook het goedkoopst, want een ticket tweede klasse wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Maar ja, jammer genoeg is dat niet altijd haalbaar voor iedereen, omdat het openbaar vervoer niet altijd vlakbij een ziekenhuis komt. En ook omdat soms mensen toch wel zeer vermoeid zijn ten gevolge van hun behandeling. Maar als het kan, is dat de goedkoopste oplossing. Daarnaast is natuurlijk familie- of mantelzorgers kunnen helpen met hun eigen privéwagen om iemand te gaan vervoeren. Maar natuurlijk, mensen, familie zijn ook niet altijd beschikbaar. Dus lang niet alle ritten zijn dan mogelijk. Maar soms een combinatie. En het is zo dat elke kilometer die men zich verplaatst van thuis waar de patiënt woont naar het ziekenhuis, betaald wordt door het ziekenfonds met een minimum van €0,25 per kilometer.
als familie- en mantelzorgers toch niet volledig of niet beschikbaar zijn, dan kan men ook beroep doen op vrijwilligersorganisaties. Dat kan via vrijwilligersvervoer van een ziekenfonds, maar ook bij de minder mobiele centrales. Maar dat is dan alleen voor mensen met een beperkt inkomen. Ik heb daar ook de website bij vermeld, waar je kan kijken waar die minder mobiele centrales actief zijn. In heel vele gemeentes is het zo dat het OCMW dus vrijwilligers ter beschikking heeft die werken voor minder mobiele centralen. Maar daarnaast zijn er ook nog andere initiatieven met vrijwilligers. Bijvoorbeeld meermobiel.be of helper.be of hoppler.com. Dat zijn eigenlijk apps waar gezonde mensen eigenlijk zich als vrijwilliger opgeven om het vervoer te doen voor mensen die ziek zijn of een beperking hebben. En dan ten slotte nog is er ook het professioneel vervoer. Dat zijn ofwel taxis ofwel ziekenwagens als mensen liggend vervoer nodig hebben. En voor dat professioneel vervoer is het zo dat de ziekenfondsen, de meeste ziekenfondsen, uitgezonderd het onafhankelijk en Parthena ziekenfonds, maar de meeste ziekenfondsen werken daarvoor samen met Mutas. En daar kan je dus een rit gaan aanvragen. Het zij telefonisch via 078-nummer, pardon, of via online kan je ook zo'n rit gaan aanvragen. En tenslotte is er natuurlijk voor sommige mensen ook rolwagenvervoer nodig. En daarvoor is de mobiliteitscentrale aangepast vervoer er. En dan zie je ook daar de website waar je kan gaan kijken om zo'n vervoer te gaan bestellen. Geen vragen rond Annelies? Chris, er zijn twee vragen. Eentje rond het ziekenvervoer. Rond het openbaar vervoer. Is een volledige terugbetaling van het ticket enkel door de Vlaamse ziekenfondsen terugbetaald of ook door de Franstalige? Dat is voor heel het land, ja. Dus de ziekenfondsen, dus die wetgeving is eigenlijk een nationale wetgeving. Dus ook voor het Franstalig gedeelte, ja. Oké. En nog een vraag rond de Portacat. De tussenkomst van naalden voor de Portacat, hoe kan je die aanvragen en wat zijn de voorwaarden? Ja, eigenlijk een Portacat-plaatsing gebeurt altijd in een ziekenhuis. Hè. En eigenlijk moet je daar niks voor aanvragen. Dat is derde regelbetaling. Dus het ziekenfonds zal alleen maar het remgeld factureren. Het zijn eigenlijk alleen maar de naaltjes, hè, soms die de thuisverpleging gebruikt, die extra aangerekend wordt. Maar heel veel mensen gaan daarvoor ook naar het ziekenhuis om dat te spoelen. En dan is er eigenlijk geen enkele remgeld te betalen. Dus het is eigenlijk alleen maar de thuisverpleging als zij dat doen. Natuurlijk, als je naar het ziekenhuis begeeft, kan er dan de verplaatsingskost zijn, hè, als je naar het ziekenhuis moet gaan. Dus dat is een beetje te bekijken wat het beste meevalt qua kost. Oké. Ik zie dat ook iemand zijn handje even opsteekt, ook rond dit thema. Dus ik ga die mevrouw even aan het woord laten, als dat oké is. Chris? Ja? Ja. Mag unmuten. Ik luister. Oei, Annick, je staat nog op mute. We kunnen jou niet horen. Wij verwijzen inderdaad vanuit het ziekenhuis de mensen naar de thuiszorg voor het spoelen van de poortkatheter. Dus, ik wou gewoon weten voor die naalden, hoe we dat specifiek met een aanvraagformulier doen. Of moeten mensen dan die factuur gewoon indienen bij de mutualiteit? Eigenlijk regelt de thuisverpleegkundige dat door. Ja, jullie moeten daar eigenlijk niks voor want doen. Dat is de eerste keer inderdaad dat ik dat overgenomen. Het is ook niet bij alle thuisverpleegkundigen die daar iets voor aanrekenen. Dus dat is zeer wisselend. Maar ik vernoem het omdat het kan. Ik heb ook geen idee van het bedrag daarover. Dat heb ik ook niet, eigenlijk gezegd. Nee. Ja, oké, thuisverpleging. Ja? Bedankt. Ja. Dan is er nog één vraagje, Chris, rond het vervoer. Hoe bewijst men zijn kilometers wanneer een familielid als privépersoon het vervoer doet? Eigenlijk is het zo dat daarvoor een van in het ziekenhuis, ze hebben daarvoor formulieren
En jij geeft dan het aantal, je vult dat zelf in, die aantal kilometers. En daar wordt steekproefgewijs door het ziekenfonds wel eens controles op gedaan. Maar je weet zelf ook wel hoeveel kilometers dat je woont van het ziekenhuis waar je naartoe rijdt. Hè. Dus je moet dat zelf invullen, die formulieren. En dan geef je dat op het einde bijvoorbeeld van uw behandeling door aan het ziekenfonds die u dan de terugbetaling zal doen. Oké, merci. Dat zijn de vragen op dit moment. Ja? Ja. Goed. Nog verder rond het ziekenvervoer, een paar tips die we toch opgesteld hebben. Indien mensen kiezen dus voor MUTAS, hè, voor professioneel vervoer of voor het vrijwilligersvervoer, dan is het soms belangrijk om deze info mee te geven. Eerst en vooral het doel van het vervoer. Is het een dagkliniek, chemo, of is het radiotherapie, of is het een controleconsultatie? Bij radiotherapie kan je vaak ook de hele reeks voor vastleggen, want je weet vaak hè, op welke dag, om welk uur je voor de volgende dagen in het ziekenhuis moet zijn. Dat maakt de organisatie al wat makkelijker. Je geeft ook graag mee wanneer dat er iemand hè, om je te begeleiden mee moet, een mantelzorger mee moet in de wagen. Je kan ook aangeven als je als patiënt apart wil vervoerd worden, dus niet met anderen tezamen in de wagen. En in tijden van corona is dat toch wel heel nuttig geweest. Meegeven welke noden er zijn, bijvoorbeeld iemand die het wat moeilijker heeft om in en uit de wagen te stappen, iemand die wat verwarder is. En ook de contactgegevens van de patiënt altijd doorgeven, zodat hij kan verwittigd worden wanneer bijvoorbeeld de taxi toch wat later zal zijn als die in de file zit, bijvoorbeeld, of als er iets gebeurd is in het verkeer. Wat kost het ziekenvervoer? Voorwaarden en procedure. Dus er is een tegemoetkoming in de reiskosten vanuit de verplichte ziekteverzekering. Dus dat is voor iedereen geldig. De voorwaarde voor volwassenen is dat je niet in het ziekenhuis opgenomen bent, maar dat je dus ambulant chemo- of radiotherapie krijgt of naar een controleconsultatie gaat. Voor kinderen is er nog extra dat de vader, moeder of voogd van kinderen jonger dan 18 jaar die in het ziekenhuis opgenomen zijn, ook een bedrag terugkrijgen per rit per dag. De arts moet daar dus een aanvraagformulier voor invullen, maar vaak is dat het secretariaat of de sociale dienst die die formulieren invult. De arts moet dat wel ondertekenen met zijn RISIF-nummer erbij. En een kankerpatiënt krijgt dan voor het openbaar vervoer integrale terugbetaling van de tweede klasse ticketten. Voor eigen vervoer is dat minimaal 0,25 euro per kilometer. En voor kinderen jonger dan 18 jaar krijgt men 0,25 euro per kilometer met een beperking van 75 euro per dag. Dus de heen- en terugrit per dag tussen de verblijfplaats van het kind, dus niet de domicilie, maar het kan ook een verblijfplaats zijn, en het ziekenhuis. En dan bovenop die 0,25 euro per kilometer kan er nog een klein bedrag vanuit de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen komen. Maar dat is dus heel wisselend van verbond tot verbond binnen een ziekenfonds. En dan kijk je best naar jouw eigen ziekenfonds op de website van het ziekenfonds, hoeveel dat dan nog bijkomend eventueel is. Als je dan beroep doet op MUTAS, het professioneel vervoer voor ambulante behandeling, dan heb ik hier een klein beetje een schemaatje gemaakt, hoeveel om jullie een idee te geven van wat het dan eigenlijk kost. Voor zittend reeksvervoer, voor chemo of radiotherapie of voor controleconsultatie, betaalt men vaak 8 euro per rit, dus enkele rit. En 4 euro enkele rit als je verhoogde tegemoetkoming hebt. Soms zijn er wel hogere bedragen. Dus dit kan je dan altijd navragen bij je ziekenfonds. En het Vlaams Patiëntenplatform, ik heb daar de link bij geplakt. Dat is, daar kan je echt heel gaan in detail kijken per ziekenfonds, per verbond, hoe het voor jou in elkaar zit.
Naast het zittend reeksvervoer is er soms ook wel het liggend reeksvervoer. Mensen die bijvoorbeeld door botmetas al heel veel pijn hebben en dus niet zittend kunnen vervoerd worden. Is er ook een mogelijkheid om reeksvervoer te doen met een ziekenwagen, maar dan is het vaak €16 per rit voor de gewone verzekerden en €8 per rit bij een vroede tegemoetkoming. En dan heb je nog het zittend vervoer voor consultaties, onderzoeken, plaatsen van bijvoorbeeld een portacat, dus niet echt zo de chemo- of radiotherapie of de controleconsultaties, dan is het echt wel veel duurder dan het reeksvervoer. En dan is het vaak €15 per rit of duurder dat je aan voor het vervoer met taxi gaat moeten betalen. Zoals ik zei, hebben we dus een kankerlijn-meldcampagne gehad rond ziekenvervoer. En daar zagen we bijvoorbeeld dat een van de knelpunten was dat er geen terugbetaling is voor immunotherapie. Dus nog altijd enkel voor chemo- of radiotherapie. Wel bij orale chemotherapie is er, omdat mensen zich dan moeten verplaatsen naar de consultatie en de ziekenhuisapotheek om die pillen op te halen. Er is ook wel het probleem als er bijvoorbeeld onverwachts complicaties zijn en de patiënt moet overnachten in het ziekenhuis, dan wordt het vervoer terugbetaald als het een dringende, niet geplande opname is. En voor hadrontherapie, daar is het vervoer wel terugbetaald, want dat valt eigenlijk onder de regeling van de radiotherapie. Beleidsvoorstellen die wij gedaan hebben naar aanleiding van de meldcampagne is de uitbreiding van terugbetaling vervoer moet herbekeken worden, want ook andere behandelingen dan chemo- of radiotherapie en consultaties gerelateerd aan problemen met de kankerbehandeling, zoals bijvoorbeeld bloedafnames, scans, onderzoeken, willen wij ook dat die terugbetaald zijn. Verder vragen wij ook om niet langer papieren attesten te blijven gebruiken, maar dat er een digitale afwikkeling komt, wat toch wel heel wat tijd zou kunnen besparen. En dat er zeker toegankelijk, kwaliteitsvoller en betaalbaarder ziekenvervoer komt. Dus dat is eigenlijk wat we gevraagd hebben. En ik kan jullie met heel veel plezier vertellen dat op 5 oktober 2021, dus een aantal dagen geleden, dat de minister van de Broeke, Frank van den Broeke, ons heeft verteld dat er sowieso een betere vergoeding gaat komen voor de vervoersonkosten van mensen met kanker, dat dat voorzien is in de begroting van gezondheidszorg voor 2022. Waarbij dus dat de nieuwere therapieën zoals immunotherapie ook mee zullen vervat worden, als ook alle onderzoeken die nodig zijn in het kader van een kankerbehandeling. En ook het remgeldplafond voor de maximumfactuur gaat voor de sociale MAF verminderen naar 250, maar daar kom ik straks nog op terug. Dus dat is eigenlijk goed nieuws. Dat wil zeggen dat ons beleidswerk toch wel een steentje heeft verlegd alweer. Annelies, nog even horen. Ja, inderdaad. Er zijn nog 2 vragen rond dit thema. Wat is de prijs voor speciaal vervoer van een patiënt in de rolwagen? Ja, dat is zeer wisselend. Ik heb daar die link bij geplakt. Ik kan dat echt niet uit mijn hoofd zeggen, al die details. Maar neem zeker contact op met die organisatie die specifiek voor rolwagenvervoer zorgt. Oké. De tweede vraag is, wat is het forfait oncologische basiszorg in het kader van terugbetaling van de reiskosten bij orale chemotherapie? Ja, wel, dat is eigenlijk een RISIF-nomenclatuurnummer die de arts gebruikt wanneer dus iemand komt op consultatie voor het voorschrift van zijn chemopillen. Dus meestal is dat wel in orde. Dus mensen die hun orale chemotherapie komen halen, die hebben altijd wel even een consult bij de oncoloog en gaan dan vervolgens naar de ziekenhuisapotheek om die pillen te halen. En zij krijgen dan ook wel hun vervoer van en naar het ziekenhuis terugbetaald. Ja? Oké, dankjewel.
Goed, dan komen we bij de kinderbijslag. Dat is sinds 2019 niet langer kinderbijslag, maar dat noemt nu groeipakket. Voor kinderen geboren voor 2019 is er eigenlijk niks veranderd, behalve de benaming. En het feit dat er een zorgtoeslag is voor kinderen wiens ouders een heel laag inkomen hebben. Voor kinderen geboren na 2019 verandert er wel een en ander. Daar is het zo dat wie komt er in aanmerking voor de verhoogde kinderbijslag, of dat noemt nu zorgtoeslag van het groeipakket. We gaan kijken naar drie pijlers, met name de lichamelijke geestelijke gevolgen van beperking, aandoening of ziekte van je kind. De invloed op het dagelijks leven van je kind, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit en leervermogen, is ook een pijler die bekeken wordt. En de invloed op het gezin, zoals de medische behandeling en noodzakelijke verplaatsingen, ook dat is een pijler waar naar gekeken wordt. En het is niet langer de federale overheid die die pijlers gaat onderzoeken, hè, maar het is een arts van kind en gezin die dat doet, hè. Dus dat is helemaal overgeheveld naar de Vlaamse overheid. En die gaat dan punten toekennen aan elke pijler. En een kind heeft recht op die zorgtoeslag vanaf 4 punten in pijler 1 of vanaf 6 punten in de 3 pijlers samen. En het aantal punten in pijler 1 of de 3 pijlers samen bepalen ook het bedrag van de zorgtoeslag. Dus hoe hoog dat dan is. Voor meer informatie verwijs ik je daar ook naar de website groeipakket.be of myfamily.be. En boven de zorgtoeslag is er dan ook nog de sociale toeslag. Die kan bovenop de zorgtoeslag toegekend worden. Dus dat is de groep van gezinnen die omwille van laag inkomen extra kan krijgen. En die groep is eigenlijk toch wel uitgebreid, omdat het recht nog enkel gekoppeld is aan het bruto gezinsinkomen en het KI-vreemd gebruik. Wat is KI-vreemd gebruik? Dat is als je naast je eigen woning ook nog een tweede of meerdere woningen of gebouwen of gronden bezit. Wie heeft recht op die sociale toeslag? Dat zijn mensen met een bruto gezinsinkomen lager dan €30.984. En er zijn 1 of 2 kinderen geboren na 1 januari 2019. Dan is er recht op een sociale toeslag van maandelijks €51 per kind. Zijn er meer dan 2 kinderen, dan is er recht op sociale toeslag van maandelijks €81,60 per kind. En krijg je als gezin met 2 kinderen een bruto jaarinkomen tussen de €30.984 en €61.200 en na 1 januari nog een derde of een volgend kind erbij, dan heb je recht op een sociale toeslag van €61,20 per maand per kind. Dus dat zijn de sociale toeslagen bovenop de zorgtoeslagen. Zijn daar vragen, Annelies? Hallo? Horen jullie mij nog? Sorry, ik kreeg mijn microotje niet aan. Okay. Er zijn geen vragen, Chris, momenteel. Okay. Dan gaan we verder. Een ander thema is de maximumfactuur. Wat is de maximumfactuur? Eigenlijk is dat iets die in het leven is geroepen om de medische zorgkosten te beperken voor mensen die dus heel veel kosten hebben. En het is afhankelijk van het belastbaar inkomen, dus het inkomen dat je 2 jaar geleden hebt, dat men gaat kijken in welke maximumfactuur je precies thuis hoort. Wanneer men langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt is, dan gaat men wel kijken naar het recente inkomen van iemand. Dus dan gaat men niet kijken naar 2 jaar geleden, wat goed is. En hoe hoger natuurlijk jouw belastbaar inkomen, hoe hoger het remgeldplafond voor die maximumfactuur gaat zijn. Het remgeldplafond geldt voor alle personen die op 1 januari op eenzelfde adres gedomicileerd zijn, want dat noemt men dan eigenlijk het gezin. De betaling, daar moet je niks voor doen. Dat gaat automatisch via het ziekenfonds. En de bedragen voor 2021
voor sociale MAF, dus dat zijn de heel lage inkomens, dus mensen met een verhoogde tegemoetkoming bijvoorbeeld. Dus die hebben een remgeldplafond van 487,08 euro. En het is zo dat Komop tegen Kanker dus in het kader van bescherming van kwetsbare doelgroepen er lang al voor gepleit heeft om dat plafond naar 250 euro te laten zakken. En zoals ik jullie daar juist de tweet liet zien, zou dat ook voorzien zijn in de begroting van gezondheidszorgen voor 2022. Dus op het moment dat iemand dat remgeldplafond heeft bereikt, zal het ziekenfonds alle remgelden daarboven gaan terugstorten op de bankrekening. Naast de sociale MAF is er ook de inkomensmaf, voor mensen die meer inkomen hebben. En afhankelijk van dat gezinsinkomen is er dan een remgeld, een plafondbedrag van 703, zoveel euro of 1948 euro voor de allerhoogste inkomens. Daarnaast heb je ook de maximumfactuur chronisch zieken of mensen met statuut chronische aandoening. Als je twee jaar na elkaar het plafond overschreden hebt, dan gaat uw remgeldplafond zakken met 108 euro. En voor de jongeren dan 18 jaar, is er ook nog een speciale MAF. Die hebben altijd de laagste inkomensmafplafond, met name 703 euro. Tenzij dat er in het gezin iemand dat het gezin recht heeft op de sociale maximumfactuur, dan gaat natuurlijk die jongeren ook wel het plafond van de sociale MAF hebben. En kinderen met groeipakket zorgtoeslag, die gaan altijd het allerlaagste plafond hebben, met name 450. Dat is het allereerste remgeldplafondbedrag van de sociale MAF ooit. Zijn daar nog vragen rond de maximumfactuur, Annelies? Ik zie voorlopig geen vragen in de chat staan. Nee. Goed. Dan gaan we verder. Er zijn allerhande zorgforfaits nog en voordelen voor wie een hoge remgeldteller heeft. Dus bovenop de maximumfactuur. Maar dit zijn dus vaak niet-medische kosten. Ik heb gezegd dat de maximumfactuur echt geldt voor de medische kosten onder controle te houden. Wat bestaat er allemaal aan zorgforfaits? Dat zijn de zorgforfaits voor chronisch zieken met een hoge zorgnood. Dus mensen die echt wel heel afhankelijk zijn van derden voor allerhande dingen. En afhankelijk van die zorgnood is er een betaling van via het ziekenfonds dat automatisch gaat, want zij hebben zicht op die remgeldteller. En dat varieert dus tussen 321 euro en 642 euro. Mensen met incontinentieproblemen, die kunnen recht hebben op een incontinentieforfait. Er zijn er twee soorten, voor zwaar zorgbehoevenden of voor niet-afhankelijke personen met onbehandelbare vorm van urine-incontinentie. En ik heb daar ook de bedragen bij gezet. Er is ook het statuut chronische pijnpatiënt voor pijnmedicatie waar paracetamol of codeïne in zit. En wat houdt dat in? Je moet dat aanvragen via jouw huisarts waar je je globaal medisch dossier hebt. En dan heb je 20% minder remgeld te betalen bij de apotheker. Bovendien gaat deze kost ook mee in de maximumfactuur. Ondanks dat dat eigenlijk medicatie is in de D-categorie, die er normaal niet zou mee ingaan. En er is ook de derde regelbetaling voor deze medicatie. Welke pijnmedicatie er allemaal voor telt, daarvoor heb ik ook deze link erin geplakt. Daar kan je dat allemaal gaan bekijken. En tenslotte is er ook het statuut palliatieve patiënt, die dan recht heeft op het forfait palliatieve zorg. Dat forfait is op dit moment 693 euro per maand en dat kan twee keer na elkaar worden uitbetaald. Om daar recht op te hebben, moet er een aanvraag zijn via de huisarts naar de adviseur van het ziekenfonds. En dat kan eigenlijk online gebeuren. Vroeger moest dat schriftelijk door de huisarts aangevraagd worden, maar door corona is dat digitaal. En dat mag zo blijven. En na de goedkeuring vanuit het ziekenfonds hoef je dan
door het feit dat je het statuut palliatieve patiënt is, ook geen remgeld meer te betalen, nog voor consultatiehuisarts, nog voor huisbezoeken. En er is ook geen remgeld meer als een kinesist komt voor je te behandelen. Dus dat zijn de voordelen. Het statuut chronische aandoening is er tenslotte ook nog. Dat is een statuut die er is voor mensen met heel hoge ziektekosten, die dat hebben gedurende 8 opeenvolgende kwartalen in 2 kalenderjaren. Er is het zorg voor chronisch zieken, die ik daar juist al noemde. Die krijgen dit statuut chronische aandoening d'office gedurende 2 jaar. En mensen met een zeldzame ziekte en hoge ziektekosten, die kunnen dit statuut 5 jaar krijgen. Wat betekent dat statuut chronische aandoening? Dat geeft als voordeel dat onmiddellijk uw remgeldplafond voor de maximumfactuur met €108 verlaagd wordt. Dat je ook een derde regelbetaling kunt krijgen bij je huisarts. Dus je kan aan €1 bij je huisarts gaan, maar dit is hier niet afdwingbaar. Terwijl dat bij statuutvrouw de terugbetaling wel zo was. En er is ook een verbod op ereloonsupplementen voor de daghospitalisaties. Dus dat zijn de voordelen van dat statuut chronische aandoening. Chris, ik ga het nog even onderbreken voor 2 vragen. Eentje gaat nog even terug naar het ziekenvervoer. Er wordt wat verduidelijking gevraagd rond wat is een rit? Is dat de verplaatsing van thuis naar het ziekenhuis en de terugreis? Of is dat een enkele reis? Een rit is altijd een enkele reis. Ja. Oké. Ik ga eens kijken of dat de volledige vraag was. Ja, voilà. Dus een rit is een enkele reis, hè? De heenreis of de terugreis. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus je moet die bedragen altijd maal 2 doen, met andere woorden. Ja, voilà. We doen dat per rit, omdat het soms een puzzel is, hè? Soms gaat de heenrit met een taxi van Mutas bijvoorbeeld, maar de terugrit met een familielid bijvoorbeeld. Dus vandaar dat dat altijd per rit, per enkele rit bekeken wordt. Oké. Okay. En rond de palliatieve tussenkomst, is er dan nog remgeld bij de tandarts te betalen? Ja. Dus het niet betalen van remgeld geldt alleen voor huisarts en kinesist. Dankjewel, dat zijn de vragen. Oké. Dan ga ik verder. We komen bij... het zorgbudget. Hè. Er is de Vlaamse sociale bescherming en daarvoor betaalt iedereen, het zij €54 als gewoon verzekerde of €27 als je een vrode tegemoetkoming hebt of erkend bent als gehandicapte. Hè. En dan is het zo dat deze Vlaamse sociale bescherming opgericht is om de niet-medische kosten betaalbaar te houden. Waar de maffer is voor de medische kosten, is de zorgkas er om ervoor te zorgen dat mensen de niet-medische kosten kunnen betaalbaar houden. En binnen die Vlaamse sociale bescherming zijn er eigenlijk 3 zorgbudgetten. Dat is het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dat noemde vroeger de zorgverzekering. En dat kennen de mensen als de €130 die mensen krijgen per maand als zij aan de voorwaarden voldoen. Vervolgens is er het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Dat is de vroegere hulp aan bejaarden die federaal bestond. En het zorgbudget voor mensen met een handicap. Dat is het vroegere basisondersteuningsbudget. Voorwaarden, het is dus zwaar zorgbehoevenden, hè, mensen die zwaar afhankelijk zijn. Ongeacht hun leeftijd en ongeacht hun inkomen kunnen dus onder €30 per maand krijgen van de zorgkas waarbij ze aangesloten zijn. Het is de bedoeling dus van de niet-medische kosten betaalbaar te maken. En dat kan zowel de niet-medische kosten zijn die gemaakt worden in de thuiszorg als in residentiële zorg, bijvoorbeeld een woonzorgcentrum. De voorwaarde is dat je een minimum B-forfait hebt op de katschaal verpleging of op de belscore €35 scoort. En in de thuissituatie, wanneer er gezinszorg ingeschakeld is, dan wordt die belscore automatisch gecommuniceerd naar de zorgkas en is er veel minder administratie te verrichten.
Nieuw is de Bellrai-screener. Die is stilaan al in voegen aan het komen. Corona heeft daar enorme vertragingen voor gegeven. Maar het is zeker een belangrijke verbetering, omdat de andere instrumenten om mensen in te schalen eigenlijk niet altijd in het voordeel zijn van chronisch zieken. Zijn daar vragen over, Annelies? Daar zijn voorlopig geen vragen over. Oh, goed. Dan komen we bij het asbestfonds. Dat is iets misschien wat niet voor zo'n grote groep van toepassing is, maar ik vernoem het toch even, omdat daar toch ook wel wijzigingen zijn geweest. Wie door asbestblootstelling long- of strottenhoofdkanker opliep, die komen nu ook in aanmerking voor het asbestfonds, waar dat vroeger alleen was voor mensen met longvlieskanker. En het is ook belangrijk dat het beroepsgezondheidsdossier verplicht is over te dragen door de arbeidsartsen naar de huisartsen. Dat maakt het ook wel gemakkelijker om te bewijzen dat men effectief ten gevolge van asbest op het werk ziek is geworden. Ook de verjaringstermijnen voor eventuele rechtsvordering zijn aangepast aan de realiteit van asbestslachtoffers. Want het is pas vaak na decennia na de blootstelling dat je eigenlijk de aandoening oploopt. En dus die rechtsvordering gaat nu in tot 5 jaar na diagnose. Ook de begindatum van de maandelijkse vergoeding door het asbestfonds wordt vervroegd van de maand na indiening van de aanvraag na de maand van diagnose. En er is ook een tussenkomst voorzien voor begrafeniskosten voor wie jammer genoeg overlijdt aan de gevolgen van asbestblootstelling. Dus dat zijn zeker ook verbeteringen, ook dankzij lobbywerk van Kom op TE Kanker. Ga ik over naar een ander thema, waar daar net ook al even werd naar verwezen, tandzorg. We merkten bij de kankerlijn meldcampagne van 2017 dat tandzorg toch wel voor heel hoge zorgkosten kan geven bij mensen met kanker. We stelden vast dat bijvoorbeeld een reconstructieve tandbehandeling zelf kon oplopen tot €20.000 in een bepaalde casus. Toch wel de moeite doen om bij minister van Volksgezondheid De Blok toen in 2016 te gaan aankloppen. En in 2017 was het zo dat er al 3 miljoen vrij werd gemaakt, maar het overleg met het RISIF heeft heel lang op zich laten wachten eer dat er uitvoeringsbesluiten uiteindelijk waren en alvorens dat die goedgekeurd werden en omgezet werden in een wet. Maar in 2019 was dat dan toch gelukkig realiteit, wel bepaald voor 3 groepen. En ik som ze even op. Dat zijn de mensen met een ernstige functionele of psychosociale handicap ten gevolge verminking aan kaakbeenderen door verwijdering van een tumor, een kwaadaardige tumor of aantasting van het kaakbeen door radiotherapie of anodontie, wat niks te maken heeft met kanker, dat laatste. Maar een aangeboren afwijking is. Dan ook een tweede groep die afstotingsverschijnselen verschijnen, dus tandzorgproblemen krijgen na een stamceltransplantatie. En tenslotte tanden verloren of een ernstige tandafwijking ten gevolge van chemo- of radiotherapie voor hun 12e verjaardag. En het is zo dat de tandartsen een derde regelbetaling voor deze behandelingen moeten toepassen en dat er een verbod is op ereloonsupplementen door de tandartsen. Met deze regeling is er al een en ander opgelost voor mensen met ogen tandzorgkosten, maar we volgen dit dossier zeker verder op, omdat we toch wel horen, ook aan de kankerlijn, dat ten gevolge van chemotherapie mensen toch nog heel wat tandbederf krijgen en toch nog wel niet vallen onder deze 3 groepen. Dus dat wordt zeker verder opgevolgd. Chris, ja. Er was nog een vraag rond de zorgkas. Om terug te komen.
De vraag is, is er een automatische toekenning van de zorgkas bij forfait B opgesteld door de thuisverpleging? Ja, dat is zo. En trouwens, er is nog meer. Er is ook een automatische uitbetaling voor iedereen die in een woonzorgcentrum opgenomen wordt. Want dan gaat men ervan uit dat je een B-forfait minimaal hebt. Okay. Ja? Dankjewel. Goed, mensen die ondanks onze goede sociale zekerheid en sociale bijstand, wanneer dat toch nog tekort schiet, dan zijn er ook nog de private kankerfondsen. Bij Komop tegen Kanker hebben wij een kankerfonds en ook de Stichting tegen Kanker heeft een kankerfonds. Wie komt daar in aanmerking? Dat zijn mensen met kanker met een laag inkomen en hoge ziektekosten. Hoe kan je dat aanvragen? Dat gaat via de sociale werker van het ziekenfonds, het ziekenhuis of het OCMW. De patiënt zelf kan dit niet zelf aanvragen. En de uitkering is altijd op basis van de ziektekosten na aftrek van alle terugbetalingen van ziekenfondsen of de private hospitalisatieverzekeringen. Het is geen forfaitair bedrag dus. Er is altijd een eenmalige uitkering per jaar en op dit moment is het zo bij Komop tegen Kanker dat het bedrag kan variëren tussen minimum €250 of maximum €1.750. Bij Komop tegen Kanker moet er een eerste aanvraag altijd voor overlijden zijn. En bij de Stichting tegen Kanker kan je een eerste aanvraag na overlijden ook doen na 6 maanden na overlijdensdatum. Dan nog het thema, wat als je voor iemand zorgt met kanker? Dus als je mantelzorger bent, dan bestaan er een aantal dingen die je kan doen om de balans te houden tussen het zorgen voor iemand en het blijven werken. Eerst en vooral is er het palliatief verlof en dat kan elke vorm van bijstand of verzorging van een ongeneeslijk zieke persoon die zich in een terminale fase bevindt. Daar kan je dus palliatief verlof voor aanvragen. De arbeidsprestaties kunnen dan tijdelijk volledig of deels geschorst worden. Belangrijk is te weten dat je geen familie hoeft te zijn. Voor de meeste werknemers is dit ook een wettelijk recht om palliatief verlof te nemen. Er is natuurlijk wel een attest van de huisarts nodig of de specialist nodig, die dan het palliatief statuut moet aanvragen. En dan kan je dus palliatief verlof vragen gedurende 3 maanden. Er is ook het verlof medische bijstand. Daar moet je wel gezins- of familielid tweede graad zijn. Ook ernstig ziek natuurlijk moet die persoon zijn. En daar kan je voltijds 12 maanden verlof gaan vragen. En dat is ook veranderd. Dat is niet meer met een maand tegelijk, maar je kan week per week die verlenging gaan verder aanvragen. Of je kan het ook onmiddellijk doen met 3 maanden. Zodanig dat je, als je dat weet, dat je dat lange tijd gaat nodig hebben, dat je niet zoveel administratie hoeft te doen. Bij een deeltijdsonderbreking kan je dat dan 24 maanden doen. Maar voor alleenstaanden met een kind of kinderen, voor kinderen onder de 16, daar zijn die periodes nog langer. Dus dan kan het zelf tot 48 maanden gebeuren. Waar je weer minimum 1 week tot maximum 3 maand kan per aanvraag je periode gaan vastleggen. De uitkeringen zijn forfaitair en verlopen via de RVA. En ook hier is het voor de meeste werknemers wel een recht. Het is wel zo dat je het 7 dagen wettelijk voor aanvang van dat verlof moet aanvragen. Uitzonderingen daarop zijn de KMO's waar minder dan 10 werknemers werken. En dan is er nog specifiek, wanneer een minderjarig kind in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan kunnen mensen ook recht hebben op 1 week volledige onderbreking, wat dan nog een keer verlengd kan worden met 1 week. Dus deze
noemt men eigenlijk thematische verloven. En dat geldt voor alle sectoren. Dus mensen die werken in de privé, mensen die werken in de overheid, dat maakt eigenlijk niet uit. Dit zijn thematische verloven. Geldt voor iedereen. Maar dan heb je ook nog de loopbaanonderbreking. En dat noemt men eigenlijk in de privésector tijdskrediet met motief. En wie heeft daar dan recht op? Dat zijn eigenlijk mensen die voldoen aan bepaalde anciëniteitsvoorwaarden en ook tewerkstellingsvoorwaarden. Het is dus bijvoorbeeld ook niet voor bijvoorbeeld mensen die werken aan een vrije universiteit of in een VZW. Dus het is enkel de privé-privésector. Er moet ook een CAO afgesloten zijn, CAO 103. En het geldt voor het verlof medische bijstand en het verlof voor palliatieve zorgen. Uiteraard gelden de andere criteria die ik daarnet al zei. Voor medische bijstand moet je gezins- of familielid tweede graad zijn. Persoon in kwestie moet natuurlijk ernstig ziek zijn. En dat wordt dan gestaafd met een medisch attest. En ook dat bewijs van familieband wordt daar gestaafd. Voor palliatieve zorgen is ook een medisch attest nodig, maar is er dus geen familieverband vereist. En voor het loopbaanonderbreking zwaar ziek minderjarig kind is het zo dat die niet altijd deel uit moet maken voor het gezin. Dat is voor nieuw samengestelde gezinnen toch ook wel van belang. Ook daar natuurlijk moet een medisch attest afgeleverd worden. En dan heb je ook nog de loopbaanonderbreking voor zelfstandigen. Dat geldt lang niet voor alle zelfstandigen, maar dat geldt enkel als er een cumulatie is van onderbrekingsuitkeringen. Dus iemand die al een thematisch verlof aangevraagd heeft of tijdskrediet met motief heeft aangevraagd. En in dat tijdsbestek een zelfstandig bijberoep gaat uitoefenen. Dus werk je als werknemer in privé of een openbare dienst en neem je dan tijdskrediet of thematisch verlof, dan kan je dat doen in de periode een zelfstandige activiteit gaan uitoefenen met dan een onderbrekingsuitkering van de RVA. De voorwaarde is wel dat je dan als werknemer de zelfstandige activiteit in bijberoep reeds 12 maanden voor de aanvraag van de vermindering van arbeidsprestatie uitoefende en de cumulatie is toegelaten voor een periode van maximum 12 maanden in geval van volledige onderbreking, 24 maanden in geval van vermindering de helft van je prestaties of 60 maanden in geval van een vermindering met een vijfde of een tiende van je prestaties. En dan tenslotte is er een derde pijler bijgekomen in de thematische verloven. Dus naast medische bijstand en palliatief verlof is er ook het mantelzorgverlof vanaf 1 september 2020. Als werknemer dus in de privésector of bij de Vlaamse of federale overheid werkende kan je mantelzorgverlof gaan opnemen. En dat is niet enkel voor familieleden, maar dat kan dus ook voor vrienden of buren of whatever. Maar eerst moet je wel je erkenning als mantelzorger met sociaal recht aanvragen en dat gebeurt bij je mutualiteit. En dat attest van erkenning, als je dat krijgt, dan blijft dat 1 jaar gelden. En zowel minderjarigen als meerderjarigen kunnen deze erkenning aanvragen. Maar je moet wel je oostverblijf in België hebben en minstens 50 uur werken per maand of 600 uren per jaar werken. Als je de goedkeuring gekregen hebt van het statuut mantelzorger van je ziekenfonds, dan is de volgende stap dat je de akkoord van je werkgever natuurlijk gaat vragen. En vervolgens, als je daar goedkeuring hebt, kan je de onderbrekingsuitkering gaan aanvragen bij de RVA. Belangrijk om te vermelden is dat je beschermd bent voor ontslag. En dat geldt voor alle thematische verloven. Dus ook voor medische bijstand en palliatief verlof. Je bent beschermd tegen ontslag.
Wat is de duur van dat mantelzorgverlof? Voltijdsverlof is beperkt tot 3 maanden per zorgbehoevende persoon. Maar je kan dus wel dat aanvragen voor meerdere zorgbehoevende personen. De vermindering van arbeidsprestaties met een vijfde of de helft is beperkt tot maximum 6 maanden per zorgbehoevende. En over je volledige loopbaan kan je als werknemer in totaal 6 maanden mantelzorgverlof gaan opnemen bij voltijdse onderbreking van een voltijds arbeidscontract of 12 maanden bij een deeltijdse onderbreking. Dus dat is voor mantelzorgverlof. Er is nog een vraagje, Chris, rond het mantelzorgverlof. Okay. Kan een patiënt meerdere erkende mantelzorgers hebben? Een patiënt kan meerdere mantelzorgers hebben, ja. Ja, dat kan. En jezelf kan ook mantelzorg worden voor meerdere personen. Okay. Ja? Dank je wel. En tenslotte is er de uitbreiding van het rouwverlof. Dat is iets waar we vanuit Komop ook voor gelobbyd hebben, samen met andere partners. Het is zo dat wie een naast familielid verliest, vroeger recht had op 3 dagen krijn verlet. Dat vonden wij veel te krap. Daarom hebben we met andere organisaties erop aangedrongen om dat rouwverlof uit te breiden, zodanig dat je als nabestaande tenminste wat tijd krijgt om te rouwen bij het verlies van iemand die je dierbaar is. We zijn tevreden met de nieuwe wet die ingegaan is in juni 2021 en die bepaalt dat een werknemer die zijn partner of kind verliest voortaan recht heeft op 10 dagen klein verlet, waarvan je de eerste 3 dagen verplicht moet opnemen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis. En de overige 7 dagen mag je dan vrij opnemen binnen het jaar na het overlijden. We vinden deze regeling niet optimaal, omdat het eigenlijk ook nog zou verder moeten uitgebreid worden naar mensen die een ouder, een schoonouder, een stiefouder verliezen. Want dat is natuurlijk ook een aanleiding om met je verlies om te gaan. Maar het is een stap in de eerste richting, dus wij gaan zeker verder met het beleid in overleg om dat uit te breiden. Mensen die meer info daarover nog willen, over de uitbreiding van de rouwverlof, kunnen op de website werk.belgië.be nog verder de details gaan lezen. Er zijn ook tegemoetkomingen bij gemeente en provincie, alhoewel dat eigenlijk niet zoveel voorstelt, maar ik haal het toch een klein beetje aan. Er is de mantelzorgpremie. Dat is eigenlijk een maatschappelijke waardering voor mensen die als mantelzorg iets doen voor een familielid of een buur of whatever. Er zijn wel wat voorwaarden aangekoppeld, namelijk leeftijd, zorgbehoevendheid, ook soms familieband, soms zelf woonplaats. Het bedrag stelt ook niet zoveel voor. Het gemiddelde bedrag dat een gemeente daarvoor voorziet is €32 per maand. En slechts 75% van de gemeenten in Vlaanderen geven zo'n mantelzorgpremie. En slechts 20% van de personen die een Vlaamse zorgpremie ontvangen, dus die €130 per maand, daarvan vraagt de voornaamste mantelzorger de premie eigenlijk. Of krijgt de voornaamste mantelzorger die premie uitbetaald. Dus wat niet zoveel is en wat bewijst dat dit ook niet zo goed gekend is. Daarnaast kunnen gemeenten ook tussenkomst geven in het huren of aankopen van alarmsystemen. Er is ook soms tussenkomst bij extra aankoop van vuilniszakken of de premie die gevraagd wordt in zaken milieutax kan verminderd worden. En dat is vooral voor mensen met incontinentieproblemen of mensen met een stoma, die dus extra kwijt moeten geraken. En voor in de provincie zijn er ook begeleiderspassen om mensen te begeleiden naar een culturele uitstap, bijvoorbeeld als die mensen een beperking hebben. En zodanig dat zij dan minder moeten betalen
aan de ingang van zo'n cultureel event. Ik stel voor, Annelies, dat we even een korte pauze nemen voordat we nog een paar heel belangrijke thema's, werk en verzekeringen, gaan aansnijden. Misschien moeten mensen wel een sanitaire pauze houden. Is dat oké? Ja, dan gaan we nu eventjes 5 minuutjes pauzeren. Tot zo.
Die zien hier zitten, hè, in de februari. Starten we terug, Annelies? Dat is goed. Ik zie dat er iemand zijn handje heeft opgestoken. Ik weet niet of er een vraag is. Kijken. Ik zie een handje bij Patrick. Ik weet niet of dat hij een vraag had. Ik denk dat het per ongeluk zal zijn. Oké. Ja, oké. Je ziet ook de presentatie terug goed. Ja, de presentatie staat heel duidelijk. Oké. Dan gaan we verder met werk en kanker. Ik denk dat ik jullie niet hoef te vertellen dat mensen met kanker, die al dan niet kunnen werken, dat dat een enorm impact heeft op hun levenskwaliteit. Want kunnen werken is contact hebben met collega's, met cliënten. Opnieuw het werk kunnen hervatten is ook het afsluiten van een moeilijke periode. Door te werken kan je waarschijnlijk minder piekeren omdat je je bezigheid hebt. Je gaat je ook nuttig voelen, je kan verantwoordelijkheid opnemen. En ook niet weinig van belang is het hervatten van werk geeft ook inkomsten natuurlijk. En voor sommige mensen is werk hervatten echt soms vanuit financiële noodzaak. Voor werkervatting vindt u ook heel veel informatie op onze website Alles over kanker. Mensen die daar meer willen over weten, ga daar zeker eens lezen. En bovendien is er ook een heel goede website van de overheid en die is www.weeraandeslag.be. Wat is er veranderd? Dat is, er is wetgeving gekomen om langdurig arbeidsongeschikten terug aan het werk te houden. En op dit moment is dit ook volop in de media, hè, dat men de langdurig zieken echt gaat begeleiden terug naar het werk, zoveel mogelijk. Er is natuurlijk een onderscheid tussen personen met een arbeidsovereenkomst of werklozen of zelfstandigen. Maar voor mensen met een arbeidsovereenkomst is het zo dat er een reïntegratietraject wettelijk is vastgelegd. En dat omvat eigenlijk een reïntegratiebeoordeling en een reïntegratieplan. En beiden worden altijd in samenspraak met de zieke werknemer besproken. En dat reïntegratieplan, daar gaat men gaan bekijken welke modaliteiten men heeft in zaken het werk weer te kunnen hervatten. En dan stelt men zich eigenlijk drie grote vragen. Dat is de zieke werknemer, is het mogelijk om het werk te hervatten mits het aanpassen van de werkpost? En kan die werkpost aangepast worden? Of is er misschien ander of aangepast werk mogelijk? Of is het volgen van een opleiding of herscholing een mogelijkheid zodanig dat die zieke persoon dan met ander werk aan de slag zou kunnen gaan? Dus dat is het reïntegratieplan.
om een reïntegratiebeoordeling te krijgen, gaat men sowieso eerst in overleg werkgever-werknemer. Hè. En vervolgens is er ook een overleg met de bedrijfsarts in het reïntegratietraject. Deze gaan onderzoeken hoe de situatie precies in elkaar zit. Daar wordt ook een schriftelijk verslag van gemaakt. En tenslotte is er een beslissing waar werkgever en werknemer zich akkoord mee verklaren. Dus dat is eigenlijk het reïntegratietraject zoals het op dit moment loopt. Niet onbelangrijk is dat het reïntegratieproject vaak slaagt met behulp van progressieve tewerkstelling. En wat betekent dat? Progressieve tewerkstelling is eigenlijk dat mensen deels gaan werken en deels eigenlijk nog arbeidsongeschikt blijven. Dus dat ze deels loon hebben, deels een beroepsinkomen hebben en deels een ziekteuitkering of een invaliditeitsuitkering krijgen. En dat met behoud van steeds het recht op terugvallen op ziekteuitkering als zij hervallen en er is geen gewaarborgd loon voor de werkgever meer van toepassing. Dus als iemand hervalt, is er geen maand dat de werkgever weer moet betalen. Wat toch wel goed is. En het is de adviseur van het ziekenfonds die mondeling moet goedkeuren en dan vervolgens schriftelijk bevestigen wat de periode van progressieve tewerkstelling is, wat dan de aard van het werk is dat de zieke persoon mag terug gaan opnemen en ook het percentage tewerkstelling wordt vastgelegd. Nu, het is nog altijd geen recht voor iemand die ziek is om in progressieve tewerkstelling te gaan stappen. Dat is jammer, maar er zijn nog altijd werkgevers die dit niet toestaan. Het is ook niet verplicht voor hen om dit toe te staan. Maar het is wel zo dat de werknemer altijd recht heeft op aangepast werk, bijvoorbeeld ten gevolge van langdurige vermoeidheid, omdat langdurige vermoeidheid ook eigenlijk erkend is als handicap. Er is trouwens een precedent in 2018 geweest waar een werkgever veroordeeld werd voor het ontslag van een kankerpatiënt omwille van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand van iemand, waardoor dat hij een ontslagvergoeding en een schadevergoeding heeft gekregen. Nieuw sinds 2018 is dat de toelating tot progressieve tewerkstelling niet meer voor onbepaalde duur zijn. Dat is niet meer mogelijk, maar elke toegelaten activiteit kan maximaal voor 2 jaar worden toegekend, mits wel dat er verlenging mogelijk is. Ook de berekening van de ziekteuitkering voor een deel van de toegelaten arbeid is ook veranderd sindsdien. Wat moet je zeker weten in zaken progressieve tewerkstelling? Belangrijk om te onthouden is dat het niet gaat over 50% tewerkstelling, maar het kan meer of minder zijn, dat percentage. En dat wordt dus bepaald door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. En natuurlijk in overleg liefst met de behandelende arts van de patiënt. Tijdelijk loon en arbeidsvoorwaarden in bijlage aan de arbeidsovereenkomst laten zetten, maar de arbeidsovereenkomst zelf niet wijzigen, is een hele belangrijke. Want als je als zieke persoon zelf een nieuw contract gaat tekenen, waar je vroeger een voltijdscontract hebt, maar nu gaat zelf tekenen voor een deeltijdscontract, ja, dan zit je natuurlijk niet meer in de progressieve tewerkstellingsmodaliteit, maar teken je eigenlijk een nieuw contract, wat in je nadeel kan zijn. Want als je dan zou terug hervallen, dan ga je natuurlijk op een halftijdse ziekteuitkering gaan hervallen. De hervatting, dus in progressieve tewerkstelling in volledige arbeidsdagen of halve werkdagen, dat maakt eigenlijk geen verschil meer naar het verlof dat je opbouwt en ook niet naar de berekening van vakantiegeld. Dat was vroeger wel zo. En indien je langer dan 1 jaar op ziekteuitkering hebt gestaan, dan kan het zijn dat je dus wel minder verlof hebt, maar dan heb je soms ook wel recht op seniorenvakantie. En dan moet je aanvragen en wordt uitbetaald via de RVA. Iets wat ook belangrijk is om mee te nemen, is de VOP of de Vlaamse ondersteuningspremie.
Daar is eigenlijk een aanvraag voor beoordeling van arbeidshandicap die moet gebeuren om het recht op de Vlaamse ondersteuningspremie te krijgen. En die aanvraag moet door de werknemer gebeuren bij de VDAB in de periode van kankerbehandeling of binnen 2 jaar na het beëindigen van de kankertherapie. De aanvraag door en de betaling van de premie, Vlaamse ondersteuningspremie, die gebeurt aan de werkgever en dat gebeurt door het Vlaams Departement van Werk en Sociale Economie. En men kan de Vlaamse ondersteuningspremie krijgen voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur. Als je daar problemen mee ondervindt om die Vlaamse ondersteuningspremie alsnog te krijgen, dan raden wij u zeker aan om contact te nemen met de vakbond als je gesyndiceerd bent. Of je mag problemen ook altijd melden bij ons bij de kankerlijn. En dan kijken wij met onze juridische dienst wat je best kan ondernemen. En dan tenslotte, ja, wat als werkhervatting toch helemaal niet lukt? Wat is er dan nog? Dan is er nog altijd het vangnet van sociale en fiscale voorzieningen vanuit de federale overheid sociale zekerheid. Maar dan is het natuurlijk nodig om officieel uw percentage invaliditeit te laten vaststellen. En dat gebeurt via een dossier die je dan moet indienen bij handicap.belgium.be. En dan kan het zijn dat als je erkend wordt als gehandicapt, dat je dan ook nog bijkomende tegemoetkomingen krijgt op vrijstellingen of verminderingen, bijvoorbeeld ook van de fiscus. Die aanvragen lopen via Best het Ziekenfonds, de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Dat gebeurt allemaal online op dit moment. Voorwaarden zijn, en dat is sinds kort veranderd, leeftijdsgrens tussen de 18 en de 65 jaar. En dan gaat men onderzoeken of je recht hebt op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming. Ook hier zijn zeer recente veranderingen geweest. De federale regering heeft maatregelen genomen om de situatie van personen met een handicap te gaan verbeteren. Sinds kort is het zo dat het inkomen van de partner waarmee je als gehandicapte samenwoont, dat dat geen invloed meer heeft op de berekening voor het recht op integratie tegemoetkoming. Dat noemde vroeger de prijs van de liefde. Hè. En men heeft dat ingevoerd om personen met een beperking niet te ontmoedigen om toch gaan samen te wonen met iemand. Bovendien is de leeftijdsgrens van 21 jaar naar 18 jaar veranderd, zowel voor de inkomensvervangende als voor de integratietegemoetkoming. Maar opgelet, het is wel zo dat er geen cumul mogelijk is met zorgtoeslag, die ook begint op 18 en tot 21. En er is ook een cumulverbod met de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming. En het basisondersteuningsbudget die kan uitgekeerd worden voor jongeren tussen 18 en 21. En wat er dan ook nog voorzien is, is een stijging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming. Die zou stijgen met 10,75% tegen 2024. Maar er is al een verhoging met een kwart voorzien. Dus een kwart van die 10,75% in 2021. Zijn daar nog vragen, Annelies? Er zijn inderdaad 2 vragen. 3 vraagjes zie ik. De premies waar je net over sprak, wat doen deze met je belastingsaangifte? En over welke premies gaat het dan juist? Ik denk dat er bedoeld wordt de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming. Dus die zaken, als je eigenlijk niet meer kan werken, als je dan die zaken aanvraagt, wat gaat die dan doen met jouw belastingaangifte? Ja, die bedragen worden uiteraard ook doorgegeven aan de fiscus. Hè, maar je zal natuurlijk een stuk minder belastingen moeten betalen dan als je nog werkende bent. Want die bedragen van integratie en inkomensvervangende tegemoetkoming zijn een heel stuk lager. Bovendien is het ook zo dat iedereen die erkend is als gehandicapte, wil zeggen dat hij meer dan 66% invalide heeft, dat die eigenlijk voor de belastingen ook altijd als 2 personen telt. Dus sowieso ga je eigenlijk in een betere situatie zitten voor de fiscus als ervoor. Oké.
Is dat een antwoord op de vraag? Ik denk het wel. En anders zal er denk ik nog een bijvraagje volgen. Ja. Dan zijn er ook nog twee vraagjes rond progressieve tewerkstelling. Ja. Is de progressieve tewerkstelling ook mogelijk als ambtenaar? Dat is inderdaad zo, ja. Ja. Oké. En is die ook mogelijk in het onderwijs? Goh, dat is te bekijken met de... hoe noemt men dat? Je hebt zo een, bij onderwijs is het echt een heel aparte situatie. En daar zijn er minder mogelijkheden op progressieve tewerkstelling, sowieso. Maar dat moet je echt met de overheidsdienst van onderwijs gaan bekijken. Want daar durf ik niet zomaar op te antwoorden. Dat is echt vrij ingewikkeld. Inderdaad. Dat zijn voorlopig de vraagjes, Chris. Dat zijn voorlopig? Oké, goed. Dan komen we op het volgende thema, verzekeringen. Iets waar we toch ook op de kankerlijn wel wat meldingen over krijgen. Wat zijn de problemen bij het afsluiten van een verzekering? Het gaat dus om persoonsverzekeringen. Ik bedoel dan een schuldsaldoverzekering of een hospitalisatieverzekering of een verzekering gewaarborgd inkomen of reisverzekeringen ook. Er zijn drie problemen die wij horen. Ofwel wordt men geweigerd tot het afsluiten van een polis. Ofwel is er een uitsluiting voor bepaalde kosten ten gevolge van een bepaalde aandoening. Dat is vooral bij hospitalisatieverzekeringen. Ofwel gaat men een verhoogde premie gaan betalen ten opzichte van iemand die dus helemaal gezond is. En ik denk dat ik jullie niet moet vertellen, maar het al dan niet krijgen van een bepaalde polis voor een bepaalde verzekering, ja, dat heeft echt wel vaak grote psychische en emotionele betekenis. Omdat wij horen soms dat iemand van bij zijn behandelende arts komt en zegt van oké, je doet het goed, hè, je behandeling dat slaat echt goed aan. Of zelf na 5 jaar, hè, je bent helemaal genezen. Maar als diezelfde persoon dan door de verzekeringsarts gezien wordt, ja, dan kan het zijn dat hij dus een hele hoge premie nog of een weigering gaat krijgen. Dus dat ligt niet altijd in lijn en dat begrijpen mensen ook niet altijd. Wat zijn de tips die we hierbij kunnen geven? Dat is: vraag altijd schriftelijke offertes aan. Verken ook de verzekeringsmarkt. Dus verken verschillende verzekeringsmaatschappijen en schakel daarvoor ook een verzekeringsmakelaar in. En niet zozeer een verzekeringsagent, want een verzekeringsagent die werkt vaak voor één maatschappij, terwijl een makelaar eigenlijk voor verschillende maatschappijen een offerte kan opvragen. Het is zo dat bekende gegevens omtrent jouw gezondheid die van invloed kunnen zijn, dat je altijd verplicht bent van die mee te delen. Mocht je dat niet doen, dan kan er altijd contractbreuk ingeroepen worden door een verzekeringsmaatschappij. Dus dan ben je eigenlijk helemaal niet mee gediend. Niet alle info mag gevraagd worden in een vragenlijst van een verzekeringsmaatschappij. Zo mag geen familiale voorgeschiedenis bijvoorbeeld gevraagd worden of geen genetische gegevens of ook geen medische gegevens die na de inwerkingtreden van de polis zich hebben voorgedaan. En een schuldsaldoverzekering is niet verplicht voor de volledige 100% van het geleende bedrag of is zelf te koer helemaal niet verplicht. Maar dan heb je natuurlijk ook wel een risico die je zelf gaat dragen. Vandaar dat ik er tussen haakjes bij zet. Ik weet niet of dat een goede tip is. Wat met schuldsaldoverzekering? Het is zo dat er bijkomende maatregelen ook van kracht zijn gegaan in 2015. Dankzij ons lobbywerk. Er is sowieso een algemene betere toegang tot een basispakket van verzekeringen. Hiermee bedoel ik schuldsaldoverzekering en hospitalisatieverzekering. Het is zo dat de medische vragenlijsten die gebruikt worden door de verschillende maatschappijen, dat die nu uniform zijn, want die zijn allemaal goedgekeurd. Er is één uniform goedgekeurd door het opvolgingsbureau, die in principe door alle maatschappijen moet gebruikt worden.
Bovendien is er ook een termijn vastgelegd. Als iemand een verzekeringspolis aanvraagt, dan mag de beslissing door de verzekeringsmaatschappij maximum 15 dagen duren. En het is zo dat wanneer er een weigering of een verhoogde premie gevraagd wordt, dat de verzekering die schriftelijk en gedetailleerd moet motiveren. Dat klanten ook altijd bijkomende uitleg kunnen vragen aan de verzekeringsarts over het verband tussen het gezondheidsrisico die zij inschatten en dan de bijpremie die gevraagd wordt. Bovendien kunnen klanten altijd een onafhankelijke herbeoordeling vragen van die bijpremie, wanneer dat die meer dan 75% is. En dat gebeurt dan door het opvolgingsbureau voor tarifiering. En bovendien is het ook zo dat wanneer dat er een verhoogde premie gevraagd wordt en die is hoger dan 125%, dat er de compensatiekas is die een deel van die bijpremie voor zijn rekening gaat nemen en dat tot een plafond van wanneer de premie 800% bedraagt. En dat gebeurt automatisch. Wij zelf zien dat er blijvende nood is aan evaluatie. En we geven daarbij dus nog eens weer dat er geen verplichting is tot afsluiting van een schuldsaldo, maar dan heb je natuurlijk een hoog risico. En wij volgen dit zeker verder op via onze kankerlijn met onze dienst kennis en beleid. Gelukkig is er rond schuldsaldoverzekering toch weer een succesje die we hebben kunnen boeken. Op 1 februari 2020 is er het recht om vergeten te worden ingevoerd voor de schuldsaldoverzekering. Wat betekent dat? Dat recht betekent dat een verzekeraar 10 jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling geen rekening meer mag houden met de kanker die bij de behandeling van uw verzekeringsaanvraag. Dus resultaat, een schuldsaldo mag ook niet meer geweigerd worden en er mogen zelf geen extra bijpremies meer gevraagd worden. Maar men moet natuurlijk nog altijd wel de vragenlijst die de verzekeringsmaatschappij u voorlegt correct invullen. Dat wil zeggen de correcte soort kanker die men heeft en het correcte jaar waarin men ziek is geworden. En meer nog, voor bepaalde kankers is het zelfs zo dat vanaf 1 april 2020 er nog kortere termijnen gelden dan 10 jaar om dat recht op vergeten te worden laten invoegen te gaan. Zoals de vormen van teelbalkanker, borstkanker, sommige soorten borstkanker dan wel, of baarmoederhalskanker. Omdat die eigenlijk toch wel goede prognoses hebben. Het algemene recht om vergeten te worden en het referentierooster waarop dat die termijnen dan bepaald worden, die zullen altijd gelden voor nieuw aangegane schuldsaldo-overeenkomsten. En vandaar, wat als u al een schuldsaldoverzekering heeft, maar u wilt toch nu nog gebruik maken van dit recht op vergeten te worden, omdat u denkt dat u daarvoor in aanmerking komt, dan is het zo dat u een bestaande verzekeringsovereenkomst altijd kan stopzetten en een nieuwe schuldsaldoverzekering kan gaan afsluiten. Maar het is wel belangrijk om in uw verzekeringspolis na te lezen hoe dat u dat juist dient te doen. Waarom? Omdat u moet vermijden dat je zonder schuldsaldoverzekering komt te zitten, zonder dat je daar u bewust van bent. Bovendien zeggen wij ook van laat een prijssimulatie maken door de verzekeringsmaatschappij, zodanig dat je tenminste weet dat het de moeite loont om een nieuwe schuldsaldoverzekering aan te gaan en je vorige stop te zetten. En bovendien moet je ook oppassen dat je geen negatief effect krijgt op het tarief van je lening. Het percentage interest dat je betaalt. Zeker wanneer dat je kiest voor een andere verzekeringsmaatschappij waar dat je vroeger je schuldsaldoverzekering had bij dezelfde bank als waar je lening was afgesloten. Want dat heeft effect op de rente die men dan door de bank gaat vragen. En als u uw verzekeringspremie en uw schuldsaldo in één keer hebt betaald, dan kan het zijn dat wanneer u die stopzet, dat u eventueel recht hebt op een terugbetaling van het resterende gedeelte van uw schuldsaldoverzekeringspremie.
Natuurlijk, als je die schuldsaldoverzekering fiscaal hebt ingebracht voor een belastingsvermindering, dan kan het ook zijn dat het deel dat u dan onterecht reeds ingebracht hebt, belast wordt aan 33% plus daarbovenop gemeentetax. Dus allemaal toch elementen waarmee u moet rekening houden als je uw schuldsaldoverzekering stopzet en een nieuwe gaat afsluiten. Dus dat voor schuldsaldoverzekering. En dan nog een to-do'tje waar Kom op tegen kanker nog verder beleidswerk voor moet doen. Dat is het recht op vergeten worden voor de verzekering gewaarborgd inkomen. Omdat ook daar, ja, voor zelfstandigen bijvoorbeeld, dat daar nog altijd geen recht op verzekering, op vergeten worden geldt. Dus daar is nog altijd een probleem. Nog even over naar Annelies. Zijn daar nog vragen over het thema verzekeringen? Op dit moment zijn er geen vragen rond verzekeringen. Nee. Nog tenslotte dit. Dus als mensen vragen hebben of advies willen of klachten hebben rond verzekeringen, ga zeker ook eens kijken naar onze website allesoverkanker.be, want ook daar staat heel veel informatie over verzekeringen. U kan ook altijd dus naar de kankerlijn of het Vlaams patiëntenplatform bellen of mailen. Als er klachten zijn omtrent verzekeringspolissen en praktijken, kunnen mensen ook de ombudsdienst van de verzekeringen contacteren. Dat is eigenlijk een neutrale organisatie die moet opkomen voor de rechten van mensen in zaken verzekeringen. Ze hebben een bemiddelende functie. En wanneer er zou sprake zijn van discriminatie ten gevolge van ziekte bij verzekeringen, dan kan u ook terecht bij UNIA, waar ik hier ook de telefoonnummer en website heb vermeld. En voilà, we zijn ver aan het einde van deze presentatie. Het is veel, het is ingewikkeld, wat ik in het begin van deze presentatie reeds weergaf. Ik zou zeggen naar patiënten en naasten toe, doe zeker beroep op sociale werkers die er zijn in ziekenfondsen, in ziekenhuizen. Ga kijken naar onze website, waar heel veel informatie staat. Bel eventueel met vragen, problemen of knelpunten naar onze kankerlijn. Of mail ons of vul een webformulier aan. En dan ga je toch zeker verder geholpen worden. Zijn er nog vragen? Dan is er nu nog even tijd om die te stellen. En anders zou ik zeggen, bedankt voor uw aandacht. Over naar Annelies. Er is zeker nog eventjes tijd voor vragen. Ik zie veel bedankjes toekomen, Chris, in de chat. Terwijl mensen kunnen nog altijd een vraag stellen. Ik ga misschien in die tijd ook eventjes nog een aantal kleine zaken meegeven die interessant zijn. Dus als het goed is, Chris, ga ik nog eventjes een presentatie delen. Dan ga ik mijn presentatie stoppen, hè? Ja, dat is goed. Er is hier bij mij nu even wat achtergrondgeluid. Ik hoop dat jullie daar niet te veel last van hebben. Nee, val mee. Even kijken. Voilà. Dus wat ik graag nog even wou meegeven aan mensen, is dat feedback zeker welkom is. Die kan hier nu in de chat achtergelaten worden. Maar naar de aanwezigen gaan wij ook nog een feedbackformulier toezenden per e-mail, dat zij dan ook kunnen invullen en ons terugsturen. Ik wil ook nog graag laten weten dat Kom op tegen kanker een gratis magazine heeft, het magazine Leven. Velen zullen dat kennen, waar je ook op kan abonneren. Ook de link naar dat magazine zullen wij eventjes meesturen in die e-mail. In dat magazine vind je allerlei verhalen, maar ook regelmatig tips en nieuwe informatie rond sociale voorzieningen onder andere. En dat brengt mij ook naadloos bij onze website allesoverkanker.be, waar je ook ontzettend veel informatie kan vinden, waar je ook terecht kan bij een online community. Dus
online lotgenotencontact eigenlijk. Dan zie je als je bovenaan zie je zo 4 kleine blauwe vakjes. Dat zijn eigenlijk kleine maar interessante vakjes. De community, daar vind je dus het online lotgenotencontact. Je vindt er ook een overzicht van de activiteiten die georganiseerd worden door Kom op tegen kanker in samenwerking met ziekenhuizen, ziekenfondsen, inloophuizen enzovoort. In de verschillende regio's in Vlaanderen en Brussel. Dus dat knopje kan jou daarbij helpen om activiteiten in je buurt te vinden. En die activiteiten vind je ook terug in het magazine Leven. Chris heeft het ook al een aantal keer aangehaald. Er is natuurlijk onze kankerlijn. Via dat vierde kleine vakje daar, stel uw vraag, kom je rechtstreeks bij de kankerlijn terecht. Bij de kankerlijn kan je vragen of problemen rond kanker melden, stellen. Kan je ook gewoon terecht voor een luisterend oor om even op het verhaal te komen. En dat kan telefonisch, je kan ons ook mailen. Of je kan met ons chatten. Dus dat is toch nog wel interessant om even mee te geven. Voilà, ik denk dat dat zo'n beetje het belangrijkste was wat ik nog wou vertellen. Ik ga nu toch nog gauw eens kijken of ik misschien in de chat nog vragen zie. Maar ik zie op dit moment geen nieuwe vragen. Dus voilà, dan denk ik dat wij jullie van harte bedanken voor jullie aanwezigheid hier bij het webinar. En dan zien en horen we elkaar misschien nog wel eens terug. Hè? Bye, tot later. Dan kunnen we hier afsluiten. Bye.